De Partij voor de Vrijheid heeft van meet af aan bezwaar gemaakt tegen de dubbele paspoorten van burgemeester Marcouch. Een dubbel paspoort van de burgemeester roept volgens de partij vragen op over diens loyaliteit. Dit standpunt heeft geleid tot felle reacties van andere Arnhemse fracties. De CDA-fractie vond de aantijgingen onder de gordel. Ook D66-lijsttrekker Sabine Anderweg heeft zich gedistanceerd van de uitspraken van de PVV. Marcouch reageerde tenslotte ook zelf op de aantijgingen. Meneer Marcouch, u heeft zojuist de tentoonstelling geopend, een foto-expositie over 50 jaar Marokkaanse immigranten in Nederland. U heeft erbij een verhaal afgestoken dat heel erg persoonlijk was. Wat ging er door u heen? Ja, kijk, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om het gemeenschappelijke te zien, dat we elkaars geschiedenissen vertellen. Ik ben zelf een kind van een migrant, ik ben zelf geëmigreerd, ooit als 10-jarige. Het is heel erg belangrijk om te weten waar je vandaan komt, om vervolgens ook wortel te schieten in Nederland. En vervolgens ook de verbinding kunt maken met elkaar. Dus ik heb ook de metafoor gebruikt van een boom. Met de wortels. Individuen hebben vaak vele identiteiten. Doordat ze goed verbonden zijn en goed inzicht hebben in zichzelf, kunnen het sterke persoonlijkheden worden. En daardoor kan een mens ook vruchtbare burger zijn, zoals een boom ook vruchtbaar is. U zei letterlijk, als je een boom de wortels afsnijdt, dan wordt hij een zwakke boom. Was dat een indirect antwoord op de aanval van de PVV? Kijk, wat mij omgaat is dat we een land zijn, en daar ben ik trots op, dat veilig is om te zijn wie je bent. En voor die veiligheid moeten we staan, zodat mensen ook in alle vrijheid kunnen zijn wie ze zijn. Angst en tolerantie, ja, dat gaat niet samen. Sabine, de PVV heeft bekendgemaakt dat ze nu definitief naar Arnhem gaan komen. Wat vind je er nou van? Kan je daar iets over vertellen? Zoals ik al eerder heb aangegeven, ik vind het slecht nieuws voor de stad. Arnhem verdient beter. Ik denk ook als we kijken wat voor een stad we zijn, dat we graag vooruit willen kijken, optimistisch zijn, dat de uitspraken zoals de PVV dat doet, niet bij ons passen. Als je ook kijkt, afgelopen week de uitspraak die de lijsttrekker in Utrecht heeft gedaan van we branden de moskee af. Nou, daar schrik ik gewoon van. En dan denk ik, zitten we hier nou op te wachten in Arnhem? Dat denk ik niet. Nu heeft de PVV in Arnhem al gelijk de uitspraak gedaan van ja, Marcouch heeft het dubbele paspoort. Die mag wat hun betreft er eentje inleveren. Wat is jouw visie daarop? Ja, ik vind dat echt weer zo'n grijze plaat van de PVV. Hetzelfde verhaal, daar komen ze weer. Ik beoordeel onze burgemeester op wat hij doet. En dat hij is nu ongeveer 100 dagen hier. En op wat hij gaat doen in de stad en op de wijze waarop hij mensen verbindt. Ze hebben hun verkiezingsprogramma trouwens bekendgemaakt zaterdag. Dat alle scholen en alle islamitische scholen en alle moskeeën dicht moeten hier in Arnhem. Wat is jouw visie daarop? Nou ja, daar is D66 het niet mee eens. Ik vind dat hele populistische uitspraken. Het zijn ook uitspraken bedoeld om mensen te verdelen, om een stad te verdelen. En dat is niet mijn visie van de stad. Zeiden ze ook in het verkiezingsprogramma, bij een stad als Arnhem hoort gewoon een goed bestuur. Ze haalden er al flink uit van dat de afgelopen jaren kinderlijk bestuur is. Dat is nogal best wel een stevige reactie richting in ieder geval een coalitie waar jij ook een onderdeel van uitmaakt. Ja, als ik terugkijk op de afgelopen 4 jaar, of nou, bijna 8 jaar dat D66 in de coalitie heeft gezeten, ben ik ontzettend trots op de resultaten die er in Arnhem zijn bereikt. Als we kijken waar we 8 jaar geleden stonden, we hebben ook een economische crisis gehad, hoe we daar doorheen zijn gekomen, hoe we geprobeerd hebben mensen zoveel mogelijk daarin te ontzien, maar toch ontzettend veel hebben moeten bezuinigen ook in deze stad. En ook kijkend wat voor investeringen we gedaan hebben, als je kijkt naar een Muzus die ook op vrijdag wordt geopend in Jansbeek, boven water. Als je kijkt hoe de stad ervoor staat, tweede beste binnenstad van Nederland, dan zie ik allemaal resultaten waar ik in ieder geval ontzettend trots op ben. Ik gok dat jullie nogal stevig campagne gaan voeren richting in ieder geval de PVV. Nou, wat wij in ieder geval gaan doen is onderwijs, werk en een goed klimaat, duurzaamheid, dat zijn onze speerpunten. Daar ga ik me ook vooral op inzetten.